zijn samen één. Even bij die mannen praten, die zullen u heel enthousiast van alles kunnen vertellen. Nou, u kunt het misschien niet zien, maar de mannen staan nu al te stralen. Ze zijn nu al te stralen, ja. Dat is echt hartstikke mooi wat ze doen. Ik denk een heel mooi voorbeeld van, ik denk voor heel Nederland hoe goed wij dit in Apeldoorn doen, maar vooral hoe goed jullie dit doen. Dat heb ik onder andere ook afvalbeleid en dan gaat het ook om het verminderen van de afval. En ja, zero waste is natuurlijk het voorkomen van afval. Ja, dus het gaat niet alleen maar om het recyclen, maar uiteindelijk natuurlijk ook om zoveel mogelijk afval te verminderen. Ja, en daar hoort ook verspillen bij. Hè. Dat hebben we deze week volgens mij ook aan toegevoegd. Ik zie daar ook een collega van Peter staan. Zijn hier ook weer met je verspillingsbakjes? Woensdag sta je op de markt. En waar is die markt? Bij het Fort in het centrum, het winkelcentrum, het Fort. Ja, nou. Als u daar in de buurt woont, of dat wordt mooi weer voor de toepitsen denk ik, ga ook even bij haar kijken. Want ook het verspillen van voedsel is natuurlijk een mooie bijdrage om minder afval te hebben met z'n allen. En we hebben dus dit festival vandaag. Vandaag is het openingsfestival. Waarom vindt u dat zo belangrijk dat dit festival daar dan dus ook aan hangt? Nou, omdat het is een je maakt er iets feestelijks van. Het is echt een serieus onderwerp, hè. En je kan allemaal hele doemscenario's, allemaal verhalen gaan vertellen hoe slecht het allemaal is. Maar juist om ook een feestelijk tintje eraan te geven en je mensen er plezier aan mee kan geven. Ik denk dat het een goede bijdrage is om mensen bewust te laten worden. Van hetgeen je eigenlijk zelf een kleine stapjes kan doen. Ja, als je in één keer een hele grote stap wil zetten, dan raak je denk ik teleurgesteld. Maar er zijn zoveel kleine stapjes die we allemaal kunnen doen. En die hebben samengevoegd zoveel impact. Mooi. Ja, en ik denk ook dat het een mooie kans is om de initiatiefnemers hier een podium te geven. Er zijn zoveel vrijwilligers die ook omtrent het onderwerp hier vandaag aanwezig zijn. Dus ik zal alvast nu, u heeft ze wellicht al gezien, maar geef ze nu alvast een daverend applaus voor al hun inzet. En ik weet, de mensen die hier aanwezig zijn, die het allemaal organiseerden, dat zijn ook niet per se de type mensen die zoals ik het leuk vinden om hier op het podium te staan. Ik ga mijn best doen om er een paar wel vandaag bij op het podium te trekken. Maar het is in ieder geval fijn dat ze nu alvast jullie steun binnen hebben voor vandaag. En Danny, vandaag gaat het dus over wat inwoners kunnen doen. Maar wat is nou de rol van de overheid en van bedrijven? Nou, de overheid en bedrijven zijn natuurlijk ook allemaal
allemaal zelf. Hè. We werken of bij de overheid, of we werken bij een bedrijf, of we zitten op school. Hè. En het gedrag wat je thuis hebt, kan je ook meenemen naar je werk, kan je meenemen naar je school. Hè. En wij als overheid hebben wel een rol, vind ik, om mensen te stimuleren, bewustwording te creëren en dergelijke. En vooral ook misschien aan de hand mee te nemen om de goede stappen te zetten. Het viel me deze week bijvoorbeeld op dat de hele Apeldoorn vol staat met borden om aandacht op vuist te vieren op Zero Waste Week. Denk ik, dat is een mooie actie vanuit ook de overheid die daar een rol in speelt. Om mensen hier naartoe te krijgen en mensen te helpen om die kleine stappen te gaan zetten. En ik kan me voorstellen dat misschien voor mensen wel wat lastig voelt. Van inderdaad, wat ik kan doen is maar een klein deel. Hoe gaan we er nou voor zorgen, ook vanuit de gemeente, dat daadwerkelijk de bedrijven ook echt een grote duizend zakje gaan doen? Nou, we zijn als gemeente wel bezig met het basisonderwijs, hè, om scholen daar het afval apart in te zamelen. En wat je ziet bij bedrijfsafval, gaat het vaak nog in één container en wordt het ook op die manier afgevoerd. En daar hebben we ook wel een landelijke overheid voor nodig, die gewoon met maatregelen voor zorgt dat ook daar gescheiden gaat doen. Maar wij als gemeente kunnen daar ook kleine stappen zetten. Bijvoorbeeld die basisscholen, je helpt niet alleen die scholen om het apart in te zamelen. Maar je geeft ook die kinderen weer bewustzijn mee. Die gaan ook naar huis en zeggen, hey, papa, mama, dat mag niet in die bak, dan moet het in die bak. Dus ook daar heb je weer een positief effect op. Maar ik hoop echt dat ook, ik heb ooit eens in Takapo zag ik ook iemand rondlopen net. Van stof en een broodtrommel, die vouw je op. En die hoeft niet in de afwasmachine, die gooi je niet weg en dergelijke. Hoe wij dat doen en of wij onze eigen afval weer meenemen van het werk. Maar de gemeente kan ook niet alles gescheiden ingeleverd worden. Nou, wat niet kan, neem ik mee naar huis en voer ik daar alsnog af. En ook dat zijn stapjes die we zelf kunnen zetten. En je geeft het al aan, je bent natuurlijk ook wethouder. Je hebt een bepaalde richting en ook een persoonlijke missie, vertelde je mij. Wat doe jij zelf om thuis ook afval te scheiden? Nou, ook scheiden sowieso. Alles wat we kunnen scheiden, dan scheiden we. En dat doen we ook apart aanbieden. Maar ook het voorkomen. We gaan al jaren met zo'n linnen zakje naar Keuros. Ik zag Joffe bij komen. Voor mensen, jullie kennen waarschijnlijk Keuros als de bakker natuurlijk. Ja. Ja, en waarmee je gewoon heel veel plastic zakken kan voorkomen. We halen onze groenten bij, ik maak even reclame over Moerad, op het Alasplein, groenteboertje. Gewoon allemaal los, niet allemaal plastic verpakkingen en dergelijke. En zo probeer je gewoon te voorkomen dat je allerlei afval gaat maken. Ik kwam een keer thuis, daar loopt mijn vrouw, straks loopt ze mee met de modeshow. En er hingen allemaal vlaggetjes voor verjaardagen. En waar je altijd van die plastic vlaggetjes hebt, zag je daar in één keer vlaggetjes gemaakt van handdoeken die mijn ouders vroeger meenamen op vakantie. Dus handdoeken denk ik van 50 jaar oud, hebben vlaggetjes al gemaakt. En die kun je altijd ophangen. In plaats dat je elke keer naar de winkel gaat om weer plastic handdoeken. De nieuwe plastic vlaggetjes te kopen, ja. Dat zijn wel kleine voorbeelden. En wat we ook al jarenlang, ik denk al jaren 6, 7 inmiddels, doen we ook mee met in het Zuiderpark, maar natuurlijk ook in andere plekken in Apeldoorn. De derde zaterdag van de maand, anderhalf uur lekker door het park in struinen. Met zakken van heel Apeldoorn, Rijn die er ook kunnen staan. En gewoon de rommel opruimen met die andere mensen af te laten. Dus elke eerste zaterdag van de maand. De derde zaterdag van de maand. Ben jij te vinden om ook zwerfafval uit het park in Apeldoorn te rapen? Ja, en dat deed ik ook al voordat ik wethouder was. Dus niet dat ik er een goede sier mee wil maken. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik voel me ook verantwoordelijk om daar een bijdrage aan te leveren. Nou, bij deze dank voor je komst. Fijn ook dat je erbij bent. En geniet er nog van vandaag. En ik verwacht natuurlijk wel dat jij degene bent die het hardste schreeuwt op het moment dat je vrouw strakjes hier tijdens de bonusshow haar nieuwe outfit kan laten zien. Nou, een nieuwe outfit. Ik zie mijn vrouw zo meteen opnieuw in een bruidsjurk. En dat heb ik vorig jaar ook al gezien. Ik heb bij mijn vrouw, ik ben één keer met haar getrouwd, maar ik heb er 6 keer in een verschillende trouwjurk gezien in totaal. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu weer staat. Hartstikke leuk. Ja. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Danny. Veel plezier allemaal. You better work. Turn.
Naast mij wethouder van GroenLinks, Danny Huizer. Een trotse wethouder, GroenLinks, milieu, natuur en alles. Zero Waste Week. Ja, echt. Ik voel me als een vis in het water hier op deze bijeenkomst van Zero Waste. De aftrap van de Zero Waste Week. En ik ben wethouder van GroenLinks, maar ik ben voor heel Apeldoorn, de hele gemeente. Is het de eerste keer of de tweede keer weer Zero Waste Week? Het is de vijfde keer dat die georganiseerd wordt. En het is de tweede keer dat ik het voorrecht heb om de aftrap te mogen doen. Wat houdt de Zero Waste Week eigenlijk in voor de Apeldoornen? Nou, er zijn allerlei kleine en grotere activiteiten om mensen te helpen kleine stapjes te zetten. Om bijvoorbeeld voedsel te verspillen, om dat te voorkomen. En ook om minder afval te produceren met elkaar. Kunnen mensen dat dan hier leren of hoe doen jullie dat? Nou, er zijn bijvoorbeeld workshops dat je eigen wasmiddel gaat maken, je eigen shampoo gaat maken. Je kan die informatie ophalen. Ik zag net, mensen gaan stekjes ruilen van planten. Hè. Dat is hartstikke leuk dat ze doen. Maar ook winkeliers die meedoen, die dan bijvoorbeeld bakkers, die geen plastic zakje meer, maar linnen zakken hebben waar het brood in mee kan. Ja, dat zijn allemaal hele kleine stapjes, maar wel hele belangrijke stapjes. Want alles bij elkaar maken we natuurlijk één grote stap met elkaar. Maar ook bijvoorbeeld tweedehands kleding. Vandaag is hier twee keer over een modeshow met tweedehands kleding. Nou, ik heb het vorig jaar gezien. Het is echt fantastisch. En eigenlijk als ik volgend jaar hier weer mag openen, ga ik voor die tijd ook naar de Phoenix om te kijken of ik hier ook gewoon met een tweedehands pak kan gaan staan openen. Want dat zou ik wel meer gepast vinden vanuit mezelf nog. Nou, dit pak wordt vanzelf tweedehands, dus leven we meer met de voeding, zou ik zeggen, voor de nieuwe ronde. Wat kunnen de mensen deze week hier op dit terrein verwachten? Kunnen ze elke dag hier naartoe komen om informatie te krijgen bij NewTech? Nou, het is niet alleen hier op NewTech, hè. Daar is vandaag die aftrap. Maar elke dag is er wel ergens anders iets wat georganiseerd is. Ik zou ervoor zeker even de website gaan bezoeken. Uit mijn hoofd weet ik dat woensdag bij de markt, bij het fort, daar zijn onder andere de gemeente met materialen waardoor je het verspillen van voedsel kan voorkomen. Maar zo gebeurt er her en der wat aanstaande zaterdag. Volgende week zaterdag natuurlijk op meerdere plekken in Apeldoorn het zwerfafval opruimen in de verschillende parken. Maar om een goed beeld te krijgen zou ik echt iedereen aanraden. Kijk even naar de website van Zero Waste Apeldoorn. Die website is zerowaste.nl, zerowasteapeldoorn.nl, of wat is die precies? Ik denk inderdaad, ik heb het niet in mijn hoofd geleerd, ik denk dat het zerowasteapeldoorn.nl zal zijn. Maar ik denk als je gewoon even Google gaat de opdracht Zero Waste en Apeldoorn, dat je er heel snel uit komt bij de juiste website. We zetten de website er wel eventjes bij. Is Apeldoorn een voorloper in dit soort projecten? Ik weet niet of we een voorloper zijn. We zijn wel een gemeente die dit ontzettend goed doet. He, al jarenlang helpen wij met heel Apeldoorn Rijn om mensen die dat willen. En dat kan in zo'n zaterdag, zoals volgende week. Maar je kan ook je eigen straat adapteren of je eigen buurt adapteren. Stellen wij zakken beschikbaar, grijpussen beschikbaar. Mensen kunnen het gratis laten ophalen of afvoeren dat afval. Dus we proberen aan alle kanten hierin te helpen. He, ik vind dat ontzettend goed doen als gemeente Apeldoorn. Jullie proberen de burger in ieder geval goed bewuster te maken van het milieu. Ja, daarom zie je deze week ook allemaal kartonnen borden langs de verschillende wegen in Apeldoorn. Om de aandacht te vestigen hier op de Zero Waste Week. Vorig jaar was bij de aftrap geloof ik 300 bezoekers. Nou, ik hoop dat we vandaag op zijn minst het dubbele hebben. Dan zie je ook dat zo'n reclamecampagne heeft bijgedragen aan mensen hier naartoe trekken. En mensen helpen kleine stapjes te zetten. Danny, ik wens je komende week heel veel succes. Ja, dankjewel.